In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Dames en heren, hartelijk welkom in de uitzending van Radio Bergijk. We hebben dadelijk de gemeenteberichten en het staat in het teken van de Week van de Voet. We hebben dan ook nog een berichtje, dus dat is wel goed. En tot slot zal Lilian ook nog iets demonstreren hier, heb ik begrepen. Helaas, Peer is er niet. Die is uit eten, heb ik begrepen. Dus, nou ja, dat mag ook wel eens een keertje. Moet natuurlijk ook altijd wat ontspanning hebben. Naast het harde werken. Dus, mocht in het restaurant Radio Bergijk aanstaan. Peer, eet smakelijk, jongen. En, we gaan... wat? Gemeenteberichten doen. En dat doet Lilian. Dan volgt hier een gemeentebericht. Voeten zijn al lang niet meer zo populair als vroeger, toen ze nog werden gezien als sexy lichaamsdelen. Daarom wordt in de week 7 tot en met 12 mei voor de derde maal een landelijke week van de voet gehouden, waarbij deze keer vooral veel aandacht voor de verschimmelde voet. Schimmelinfecties en de diabolische voet worden belicht. Schimmelnagels bijvoorbeeld staan op nummer 1 in de top 5 van vaataandoeningen in Nederland. Een goede tweede is voetschimmel. En nummers 3 tot en met 5 zijn respectievelijk likdorens, platvoeten en hamertenen. Niet erg positief dus! Wie in de week van de voet vragen heeft over zijn of haar voeten, kan dus op de verschillende adressen terecht. En we proberen de voetschimmel ook eens wat positiever te benaderen. Daarom maak een polaroid van je eigen voet, versier hem met je eigen schimmel en win zo een prachtige teenring. Zo, Diane. Vind je het leuk in Bergijk? I don't understand. Kijk, het is leuk bij Van der Valk dat je onbeperkt kan eten voor je bonnen. Oh, ja. Ik had Van der Valk bonnen en die zijn volgende week niet meer geldig. Nee. Nee. Whatever, fair. Nice suit. Yep. Yeah. Looks good on you. Yeah. Really? Yeah. Yeah. Ik vind jou heel erg leuk en mooi. Wie nog doppertjes? Excuse me? Doppertjes. Doppertjes? Wie nog doppertjes? Ik eet altijd alleen en dan... Wil je nog doppertjes? Sorry. En dan... Stop. En omdat ik alleen eet, tel ik altijd de doppertjes. Ik eet altijd 62. Ik vind jou heel erg mooi.
Diane, mag ik jou een kus geven? Ik wil jou heel graag een kus geven. You would have to make it clear for, because it's very difficult for me. I don't ik vind jou heel erg mooi. Ik ga jou een kus geven. What do you want? Ik ga jou een kus geven. Look, now don't touch me, Per. Ik ga jou gewoon kussen. Ik ga jou kussen. Don't touch me. Fuck off. What are you doing? Kom hier, ga je kus geven. Kijk. I'm gonna sue you. That's it. Jesus Christ. You suck. Kut wijf. Je is mij helemaal gek maken. Je is mij helemaal gek maken met alles wat waarmee een vrouw je gek kan maken. En dan krijg ik weer klap. Nou ja. Ze vond me wel leuk. Vond me wel leuk. Want ze wou natuurlijk wel, maar ze schrik altijd van mijn daadkracht. Volgende keer toch iets anders aanpakken. Maar ze wou wel. Ze wou gewoon het droog van af. Ik trek langs dorpen en langs steden, hier in Brabant garen rond. Ik zing van nou en van het verleden, het wel en weer ik er vond. En geworteld in die streken, hou ik er nog altijd om vast, om de taal te blijven spreken, die van huishoud bij me past. Spelen, trekzak en gitaren, simpele akkoorden, rijg ik dorp om mekaar, simpele woorden. Groeit er een lieke, een melodieke, waarin die taal dan wordt geëerd, die ik van ons moeder heb geleerd. Ik heb een, toch wel een hele bijzondere ervaring gehad. Ik was vorige week bij de gebedsgenezer, Charles Divon, die met zijn vrouw over de hele wereld reist om voor mensen te bidden. En ik moet zeggen, de resultaten zijn onvoorstelbaar. Blinden kunnen weer zien, mensen staan op uit een rolstoel, doven gaan horen. AIDS-patiënten genezen, het zegt. Meestal gebeuren die dingen natuurlijk ver van ons bed, maar deze keer is het dus vlakbij. We kunnen naar Valkenswaard. En ik weet wel, veel mensen staan sceptisch er tegenover, maar als men vraagt waarom doet God er niks aan, moet men ook niet vreemd opkijken als God ook wat doet. Charles Divon vroeg aan God of u mocht beginnen en hij mocht. Ja, zeg nou zelf. Als het allemaal waar is, als iedereen geneest, dan bestaat God dus. Maar God wil veel verder gaan dan alleen genezen. Hij wil het leven van de mens weer op de rit zetten. Hij wil een mens gelukkig zijn. Dus vind ik belangrijk. Simpele woorden. Groeit er een lieke, een melodieke, waarin die taal dan wordt geëerd, die ik van ons moeder heb geleerd. En in de lieke, de melodieke, komt wel vergoed voor het leek voorbij. Dan gon de weg weer dichterbij. Dit is weer Shaila van de Giftshop Shaila. Deze week heb ik weer nieuwe dingen in de aanbieding. Ik heb onder andere nieuwe vleesmolens die heel erg mooi glimmen. Ik heb nieuwe leuke deurmatten met allerlei spreuken erop. Ik heb een hele partij joggingpakken van lichtblauw tot gebroken wit. Uit Turkije. En ze zijn van Armani, Gucci, Moschino, Tommy Hilfiger natuurlijk. En dan heb ik 3 t-shirts voor een tientje. Ik heb ook Swarovski kristal. Uit Laos, daar kan je ook een hele verzameling van aanschaffen. En daar kan je een hele vitrine vol mee maken. Dat is heel erg leuk voor visite ook. Dat is altijd wel een trekpleister, zal ik maar zeggen.
En dan heb ik voor de tuin heb ik onderhoudsvrije etagères voor de tuin. Nou, dat was het eigenlijk voor deze week. Misschien heb ik volgende week weer wat meer. Bedankt, hè. Doeg! Dat was de tweede door Sheila zelf betaalde zendtijd. We hebben er een seconde afgehaald. Vorige week had ze 53 seconden, deze week 52 seconden. Ze heeft het al betaald, dus dat klopt. En dan weet u weer wat er te koop is. Radio Bergijk. Bij mij zit onze vaste medewerkster Lilian van Heeswijk. Lilian, hartelijk welkom. Dankjewel. Jij hebt in het kader van een bepaalde, ja, hoe moet ik het zeggen, weerbaarheidscursus. Weerbaarheidsjudo. Weerbaarheidsjudo heb jij gedaan. Ja. Nou, daar kom je over vertellen. Ja. Ik wil het eigenlijk gewoon even in de praktijk brengen. Ja. Met jouw toon. Dus ik zou zeggen, heb je knellende kleding? Ja, de onderbroek knelt een beetje. Ja. Doe maar even uit dan. Ja. En dan. Oké. Okay. Kijk, ik heb mezelf ook ontdaan van knellende kleding. Ja, ik zie het. Oké, okay, dus, nou, ik sta hier op een bushalte alleen. Ja. En voordat we beginnen wil ik even een aantal dingen uitleggen over judo. De voorwaartse stuwende kracht naar je toe, dat heet kudo. Ja. En dat betekent leeg mes. Oh. Dus als dat lege mes op je afkomt, dan moet je die kudo omdraaien. Ja. En hem dan in het gezicht van de attacker gooien. Ja. Zodat zijn eigen kracht wordt omgekeerd en in zichzelf zal stuwen. Ja. Oké? Okay? Ja. Nou, dus dan gaan we gewoon beginnen. Alles gaat gewoon vanzelf. Oké. Okay. Ja. Jij staat alleen mijn bushalte. Ja. Oké, okay, kom maar. Ik kom op jou. Kom maar, val me maar aan. Ik ga je aanvallen. Val me maar aan, Toon. Ik ga Toon, nu val me maar aan. Ja, ik val Toon, je. Val me maar aan. Ja, ik val je toch. Val me nou even aan. Ja, ik val Toon, je. Val me aan. Ja, ik moet Toon, doen ik sta hier bij de bushalte. Val me aan. Ja, ik, kom op, kom op. Ja, ik ga nu. Val me nu aan. Ja, ik val nu. Toon, kom. Ja, ik. Toon. Ja, ik val nu aan. Toon. Ja, ik val Toon, aan. Nee, je valt me niet aan. Kom nou. Hoe moet ik dan aanvallen? Nee, Toon, dat is veel te zacht. Je bent aan het strelen. Dat is gewoon niet goed. Dat gebeurt niet bij een bushalte. Nee, dat is ook wel waar. Val me aan. Ja. Val me aan. Ja. Val me aan. Ja, ik ga nu. Ik pak val me nou even aan, Toon. Ja, ik. Godverdomme. Toon! Au! Dus dat kan ik toch niet werken? Dat vind ik altijd. Ik word niet serieus genomen. Val me aan. Ja, doe nou even rustig. Kom op. Val me aan. Ja, nee, ik ben bang. Toon. Ik ben bang van jou. Nu. Toon. Toon, kijk eens naar mijn hand. Ja. Ah! Hey, Oh nee. Oh, sorry. Ah. Och, liefke. Och, nee. Och, liefke. Och, liefie piffie van me. Och, het spijt me zo. Oh, ik liet me helemaal gaan. Ja. Och, kom. Ik doe ik me. Zal ik er een kusje op geven? Ja, heel graag. Och, je bloedt helemaal. Ja. Och, het spijt me zo. Doe maar op een kusje. Och, dan. Bergijk leert de waarheid kennen door liefde. Het werk van de liefde steunt op Bergijk. Als liefde en Bergijk samengaan, als liefde en Bergijk samengaan, kunnen zij een nieuwe wereld scheppen. Ik ben blij dat ik wat extra t-shirts heb meegenomen. Want, het zit helemaal onder. Oeh. Dat is. Ik zit helemaal judo. Onder. Dat is een gekke boef. Kom maar, dan gaan we een biertje drinken voor de schrik. Ja. Naar Beeks. Oké. Ik trak dit. Oké.